Hey! Hallo! Ik moest naar de werkplek toe, maar ja? Ik heb geen idee waar het is. Waar is het ongeveer? We zijn er om de hoek bezig. Om de hoek, oké. Okay. Ja. En betaalt het een beetje lekker trouwens? Ga ik meewerken zo? Betaalt het een beetje goed? Ja, dan verdien je meer als nu. Meer als nu? Ja. Oké, okay, leuk. Ja? Ja, deze kant op, ja. Succes! Oh, dank je! Deze industrie op het moment? Voor ons zat is wij hebben best wel een oude ploeg. Ja. En dan gaan we over een paar jaar, dan gaan we gewoon een hoop in de fut. Dus er komen plekken vrij. Absoluut. Ja. Ja, dus voor jongeren is het misschien wel interessant. Het is heel afwisselend werk. Er is geen dag hetzelfde. Nee. De ene dag zit je hier. En de andere dag dan zit je daar lopen. Ja. Hoeveel kilometer heb jij in je carrière gelegd? Oh. Want eigenlijk ben jij verantwoordelijk voor een best groot gedeelte van Nederland, waar heel veel mensen gebruik van maken. Vooral Zuid-Holland hoor, maar... Hoeveel heb je gelegd, denk je ongeveer? Oh. Ik denk als je alles aan elkaar optelt... In lengte, ja, dat is zomaar een ruwe schatting hoor. Ja? Ja, 30.000, 40.000 kilometer misschien. Ja, ik weet het niet. Dat is echt niet normaal. Zoiets. Als je alles bij elkaar optelt... Dat is echt gestoord. Ik doe het nu al... 33 jaar, dus Ja. Leuk even met je gepraat hebben, man. Ja, tof hè. Heb je nog een vraag? Stel een vraag, stel hem. Huh? Oh, leuk man. Leuk even mee met elkaar. Dus dit is wel leuk. Dit is leuk werk hoor, maar het is ook met de collega's, dan is het gewoon leuk. Ja, je hebt een vaste groep hè? Ja, een vaste ploeg. Kijk, we kunnen allemaal goed bij elkaar opschieten. We hebben een hoop lol. Een hoop meegemaakt ook in de Een hoop meegemaakt, ja. De wereldproblemen worden altijd bij ons opgelost in de schapkeet. Ah ja, dat is wel lekker. Nee. Zou Rutte de volgende keer uitnodigen? Dat soort dingen, dat wordt bij ons gewoon opgelost. Dat hebben we een punt. Ja, ik moet eruit. Oké. Okay. Nogmaals bedankt. Moet de zender ook hebben? Hey. Gaat hij doen. Oké. Hey man, alles goed? Ja, prima. Waarom is dit zo leuk voor jongeren om te gaan doen? Het is een uitdaging. Dus, ik ben er 35 jaar geleden mee begonnen en ik heb ook onderaan ben ik aan het werk geweest. En ik heb op een wals gezeten. Ja. En ja, toch trok de machine me eigenlijk wel. En ik ben er via mijn vader, die is ook vroeger in de wegenbouw begonnen. En als je kijkt naar hoeveel kilometer jij in je leven hebt aangelegd, hoeveel is dat dan in 35 jaar? Hoeveel is dat? Ja. Moeilijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar wel echt veel. Maar wel een paar honderd. Maar in principe ben jij gewoon verantwoordelijk voor een stukje Nederland wat je hebt gemaakt. Ja. Dat is best wel cool. Ja. Vet. En zijn er ook veel meisjes die dit doen? We hebben één keer een stagiaire gehad. Eén keer? Ja. Maar voor de rest eigenlijk nooit. Geen meiden die dit willen doen of willen ervaren. Zou dat leuk zijn als er weer vrouwen zijn? Dat zou makkelijk kunnen, ja. Dus als je thuis zit, een vrouw. Leuke gasten, altijd buiten. Kom gewoon deze kant op. Ik ben er ook. Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasovereigentoekomst.nl. Later.